De titel van mijn column is Goochelen. Alle inwoners van Wieke en Druten hebben een informatiebroschure over de fusie in de bus gekregen en een uitnodiging voor een digitale invulling van de draagvlakpeiling. Methode van onderzoek was vroeger niet het vak waarin ik uitblonk, maar na het lezen van de brochure en de vragenlijst bekroop me het gevoel dat de inwoners van beide gemeenten alleen nog maar bij het kruisje hoeven te tekenen om de fusie goed te keuren. Als zelfs Jo Bardou, emiritus hoogleraar journalistiek en media aan de Radboud Universiteit, afgelopen vrijdag in de Gelderlander verklaarde de brochure niet zo handig te vinden, dan zegt dat toch alles. Wiege heeft niets geleerd van het verleden. Jaren geleden waren er voor de herinrichting van de markt drie varianten ontwikkeld. Hoe de varianten eruit zagen weet ik niet meer, maar het had vooral te maken met bomen. Alle wiegenaren konden hun voorkeur uitspreken. Van tevoren was iedereen ervan overtuigd dat de gemeente zou handelen volgens het principe 'meeste stemmen gelden'. Een logische gedachte. Dat bleek achteraf niet zo te zijn. De variant met de meeste stemmen had iets minder dan 50% van de stemmen. De overige twee varianten zaten daar ver onder. Deze twee varianten borduurden voort op de toen bestaande situatie. Vandaar de redenering van de gemeente. De meerderheid van de stemmers wil geen verandering. Dus werd besloten de variant uit te voeren met de meeste stemmen binnen het voortborduren op de bestaande situatie. In absolute aantallen eindigde deze variant dik op de tweede plaats. Dit achteraf kogelen met cijfers was statistiek van de koude grond. Oftewel statistische volksverlakkerij. De vragenlijst rondom de fusie is net zo discutabel. Er is maar één vraag die er echt toe doet, namelijk de vraag of de fusie een goed idee is of niet. Volgens kernachtig wiegen mogen de antwoorden op deze vraag niet op stapeltjes gelegd worden om ze daarna te tellen, omdat dit te ongenuanceerd is. Ik zou niet weten waarom niet. Alle andere vragen zijn open deuren van je welste. Het zou me niks verbazen als in de eindrapportage de volgende goochelformule wordt gebruikt om de antwoorden te nuanceren. Fusie geen goed idee, plus voorstander van goed openbaar vervoer, minus vermindering van overlast en zwerfvuil, plus aandacht voor woningen voor ouderen, minus terugdringen dringen van financiële tekorten, plus voorstander van sterk bestuur is voorstander van fusie. Zie daar het positieve resultaat van de draagvlakmeting. De colleges van Druten en Wiege zijn voorstander van fusie. Dat kan en dat mag. En als de colleges willen goochelen met de uitslag van de draagvlakmeting, moeten ze dat zelf weten. Maar de raad moet zich niet laten wegzetten. Er is al jarenlang een duaal stelsel. Dat bepaalt dat de raad het hoogste orgaan van hun gemeente is. Dus moeten raadsleden nu eisen dat ze een mening mogen hebben over de wegingsfactoren waarmee de deskundigen van het onderzoeksbureau gaan goochelen. Want als een goocheltruc uitgelegd wordt, dan snap je niet dat je er bent ingetrapt.